Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I am Weather. De weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op IamWeather.com. Goedendag. Een mooi wintersplaatje hier achter mij. En je zal misschien wel denken: deze foto is niet dit jaar gemaakt. Dat klopt ook, dit was precies een jaar geleden. Toen viel er in het zuiden van de Benelux regionaal flink wat sneeuw. We hadden te maken met koude bovenluchten. Echt even een winterse episode in maart. Maar goed, daar hebben we dit jaar dus absoluut niet mee te maken. We hebben juist erg zacht weer. Temperaturen regelmatig boven de 10 graden overdag. En ook flink wat zonnige momenten, zeker de afgelopen week. En of dat zich ook de komende periode gaat doorzetten, of dat we juist te maken krijgen misschien wel met wat winterse prikkelen, daar ga ik in deze 30-daagse verwachting verder op in. Daarvoor pak ik eerst even de jetstream erbij. Dat is een sterke wind op zo'n 10 kilometer hoogte, hebben we ook wel vaker benoemd. En die bepaalt of er bij ons bijvoorbeeld veel depressieactiviteit is met de daarbij behorende wisselvalligheid, of dat het juist rustig weer is in onze omgeving. Op dit moment zien we dat die jetstream zich heel erg ver ten westen van Nederland bevindt. Heeft juist zijn pijlen gericht op Portugal onder andere, met daar ook flink wat regen en wind. En als ik de animatie aanzet, gaat dat ook nog wel even door. Uiteindelijk komt die jetstream ook wel richting ons, maar uiteindelijk wordt het niet zo sterk meer. En daarmee zien we toch dat die jetstream voorlopig ook weinig invloed uitoefent op het weer boven onze omgeving. En dat betekent ook weinig extreme. De kans op stormen is klein, de kans op hele stevige buien is ook klein, maar dat past ook wel bij het karakter van maart. Dan pak ik even het Amerikaanse weermodel erbij met de situatie van nu. Lage druk bevindt zich ten zuidwesten van Nederland. Hoge druk juist ten noorden van ons. Met daartussenin dus die zuidoostelijke wind. Is droge lucht, daardoor kan het ook echt wel flink kouder aanvoelen dan de thermometer nu aangeeft. Maar we zien dat die lage druk toch wat meer opschuift richting Nederland. De bewolking gaat toenemen. Af en toe kan er wat regen gaan vallen. De hoeveelheden zijn niet groot. De wind gaat waarschijnlijk wel wat in kracht afnemen. Maar komende week raken we dat zonnige weer dus echt wel kwijt. Misschien we af en toe nog even een uitlopen van de hoge druk met wat zonnig weer. Maar zoveel zon als de afgelopen dagen, dat zit dan niet meer in de verwachting. Aan het einde van volgende week dan zien we dat lage druk toch weer steeds dichterbij begint te komen. Met de daarbij behorende wisselvalligheid. En dan is die paraplu misschien toch weer wat vaker nodig. Ik pak uiteraard ook weer de luchtdrukafwijking erbij voor de komende week. Dan zien we duidelijk dat hoge drukgebied boven Scandinavië, lage druk juist meer boven onze omgeving, ook vaak wat zuidelijker. Met daartussenin dus vaak wel die aflandige wind. Die lage druk gaat uiteindelijk dus wel iets meer invloed uitoefenen. De temperatuurafwijkingen die zijn in ieder geval duidelijk: zo'n 1 tot 3 graden boven normaal in onze omgeving, Scandinavië nog steeds wel iets te koud. Kijk dan even naar de neerslag, dan zien we dat wij eigenlijk een beetje op de grens zitten van droog en nat weer. Heel duidelijk springt er bovenuit Portugal met 60 tot 90 mm regen. Meer dan gemiddeld. Kan lokaal zelfs nog wel wat meer zijn. Dat komt natuurlijk door die jetstream die daar op dat vasteland uitkomt. Onder het hoge drukgebied is het juist wat droger boven Scandinavië. Kijken we naar de week daarna, dan zien we toch wel een kleine verandering. Dat hoge drukgebied boven Scandinavië dat bevindt zich iets meer westelijk boven Groenland. Nog steeds wel lage druk bij ons, maar dat betekent wel... dat de wind misschien iets meer de noordhoek kan gaan opzoeken... met de daarbij behorende koudere lucht... die zich nu dus ook nog wel boven Scandinavië bevindt. Warm lenteweer, dat zit er dus voorlopig ook nog niet in. Dat zien we ook wel op de temperatuurafwijking. Nog steeds wel ietsje in de plus bij ons, maar niet meer zo overtuigend... als de week van 11 tot 18 maart. En dat koude reservoir dat bevindt zich ook wel nog steeds boven Scandinavië, maar breidt zich zelfs nog ietsje uit richting het oosten van Europa. Nog duidelijker is dat te zien in de laatste week van maart richting 1 april. Die koude bovenluchten of de koude lucht die komt waarschijnlijk ook echt wel iets meer richting onze omgeving. Die positieve afwijkingen verdwijnen eigenlijk boven heel West-Europa. En dat betekent waarschijnlijk dat die hoge drukinvloed boven Groenland dusdanig sterk is dat bij ons de wind uit die noordelijke richting kan gaan waaien. En daarmee zit warm lenteweer voorlopig ook nog niet in. Nog steeds is er wel iets van invloed van lage druk. Dus waarschijnlijk iets positieve afwijkingen in de neerslagafwijking. Maar goed, maart is al een droge maand. Dus grote hoeveelheden hoeven we niet te verwachten. Maar af en toe een bui of een regenzonde die overtrekt, dat kunnen we dan wel verwachten. Kijken we nog even door naar 1 tot en met 8 april. Ja, dan mogen we toch echt wel hopen op wat lenteweer. Dat lijkt er toch niet in te zitten. Ik zal even schetsen wat we graag zouden zien als we lente weer in de weerkaarten zien. Dan zouden we juist een hoogdrukgebied moeten laten ontstaan boven het vasteland van Europa en op de oceaan een laagdrukgebied. drukgebied wat als een soort pomp fungeert om warme lucht vanuit het zuiden van Europa richting Nederland te blazen. En dan zien we eigenlijk al op deze luchtdrukafwijking dat dat er niet in zit. Die hoge druk bevindt zich veel te noordelijk bij ons juist lage druk invloed en daarmee kan kunnen warme bovenluchten ons omgeving dus nog niet gaan bereiken. Samenvattend, we zien in ieder geval dat komende week de invloed van lage druk gaat toenemen. Die echt zonnige dagen, die raken we dan kwijt. Licht wisselvallig weer af en toe wat regen, maar nog steeds wel die temperaturen die overdag boven de 10 graden uitkomen. Wanneer die hoge druk in de komende weken iets meer gaat verschuiven richting Groenland, kan het mogelijk wat kouder gaan worden, doordat de wind meer de noordhoek gaat opzoeken. Echt winterse briekelen verwacht ik overigens niet, maar het zou echt wel beduidend kouder kunnen gaan worden dan we klimatologisch mogen verwachten met temperaturen overdag onder de 10 graden. En daarmee is warm lenteweer voorlopig ook onwaarschijnlijk. De weerkaarten zien er daarvoor nu niet positief genoeg uit. Maar in de volgende 30 dagen gaan we uiteraard verder kijken of dat misschien in de loop van april wel het geval gaat zijn. Tot de volgende keer!